Welkom bij de HD Video Review van de VU Plus Duo. De VU Plus Duo is een High Definition Twin Tuner PVR. Dat wil zeggen dat je minimaal één zender op kunt nemen terwijl je naar een andere zender kijkt. De VU Plus Duo is grotendeels gebaseerd op de bekende Dreambox HD receivers. Men maakt gebruik van vrijwel dezelfde chipset en de Enigma 2 software. In de doos treffen we naast de receiver zelf de afstandsbediening en batterijen aan. Verder een voedingskabel, een korte HDMI-kabel, de schroefjes en rubbertjes voor de harde schijf en een Engelstalige gebruiksaanwijzing. Als we de voorzijde bekijken zien we links een draaiknop die tevens als OK-toets dient. Rechts een klepje met daarachter de USB-aansluiting, twee smartcard readers en twee CI-sloten. Verder in het midden een alfanumeriek display dat dus uitsluitend in staat is om cijfers en letters weer te geven. Op de achterzijde treffen we van links naar rechts twee LNB-ingangen aan met direct daarnaast een optische uitgang. Verder een analoge audio-uitgang, composiet video, component video, twee SCART-aansluitingen, een HDMI-uitgang, eSATA voor het aansluiten van een externe harde schijf, 2x USB 2.0, een netwerkaansluiting en een RS-232 connector. Verder de afvoer van de ventilator, een netvoedingsaansluiting en de aan- en uitschakelaar. De afstandsbediening ziet er in eerste instantie mooi uit, maar kan ons toch niet echt bekoren. De pianolakspiegel aan de bovenkant is erg gevoelig voor vette afdrukken, waardoor de afstandsbediening er binnen een mum van tijd smerig uitziet en vrijwel niet fatsoenlijk schoongemaakt kan worden. Er zitten ook een paar knoppen op een onlogische plaats, waardoor het bedienen niet echt comfortabel verloopt. Op deze afstandsbediening had de fabrikant wel iets beter zijn best mogen doen. De binnenkant van de VU Plus Duo ziet er netjes uit. Alhoewel er met veel kabelverbindingen gewerkt wordt, zit alles goed in elkaar en is er over het ontwerp redelijk goed nagedacht. De voeding en ventilator zijn logisch gesitueerd en ook voor het inbouwen van de harde schijf is er meer dan voldoende ruimte. De harde schijf moet wel met 8 schroefjes gemonteerd worden, waardoor je dus bij het inbouwen 12 maal een schroef los of vast moet draaien. Dat is zonder magnetische schroevendraaier echt een rotklus. Zorg dus dat je een magnetische kruisschroevendraaier bij de hand hebt. Achter het klepje tref je een USB 2.0 aansluiting, twee smartcard lasers en twee CI-sloten aan. In de smartcard lasers kun je zonder problemen een Kanaal Digitaal of TV Vlaanderen smartcard gebruiken. De CI-sloten hadden ze wat ons betreft weg mogen laten, want die worden in de praktijk eigenlijk nooit gebruikt. Wie ze toch wenst te gebruiken komt vaak bedrogen uit. CI-ondersteuning is bij de Enigma 2 software op zijn zachtst gezegd magertjes. Zappen doet de VU Plus redelijk snel, hierbij een korte demo op enkele HD-zenders. Lekker een brommer ook, hè? Hij springt gewoon over. Zit je gewoon lekker verscholen? VU Plus heeft bewezen dat ook de Koreanen een prima HD Enigma 2 receiver kunnen bouwen. Vanwege de uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding krijgt de VU Plus Duo van ons een beoordeling van 3,5 ster. Lees voor meer informatie de review op zatvanrol.com.